Dit is Drenthe Nu van vrijdag 17 mei met vandaag. Nieuwe coalitie wil plattelandsdorpen bereikbaar houden. Basisschool in Exlo pakt uit voor 100-jarig bestaan. Ouder worden en fijner wonen dankzij de seniorenmakelaar. En wolken en zonnige periodes wisselden elkaar af vandaag, maar het bleef wel droog. Giel van Veen stuurde ons deze foto vanaf Wapseveen. Of het weekend ook droog blijft, weet Robert. Hij vertelt je er straks meer over. Goedenavond. In het gisteren gepresenteerde akkoord van PVV, VVD, BBB en NSC laten de partijen zien hoe ze het plattelandsgebied willen versterken. Bijvoorbeeld door kleine kernen weer bereikbaar te maken. En dat terwijl ze de afgelopen jaren juist steeds vaker zijn afgesloten van het openbaar vervoer. Dit is de levensader naar de buitenwereld toe inderdaad. Sinds het verdwijnen van lijn 84 is 1 aangewezen op een buurtbus die de kleine kern verbindt met Houlenwijk. Waar veel dorpen helemaal afgesloten zijn geraakt van het openbaar vervoer is hier tenminste nog iets, maar het is niet veel. Het moet gewoon een primaire voorziening zijn die je als dorp moet hebben. Om je kinderen te laten studeren en naar school te gaan, maar ook in de richting van zorg. Je moet medische hulp, dan moet je met openbaar vervoer gewoon kunnen komen. De buslijn verdween 1,5 jaar geleden. Er werd toen fanatiek geprotesteerd tegen die opheffing door de bevolking. En mogelijk komt die nu dus weer terug. Maar ik hoop dat ze waarmaken wat ze op papier hebben gezet. Dat de lijn mogelijk terugkomt, valt te halen uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Het heet Hoop, Lef en Trots. En op pagina 9, paragraaf 3.2 staat de tekst: de bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. Wie dat gaat betalen en hoe dat geregeld moet worden, dat moet nog blijken. Dorpsverenigingen in Drenthe kunnen alvast niet wachten tot de kleine kernen beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Ja, je ziet inderdaad dat als er een buslijn verdwijnt, dat er dan ook een school bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar wordt. En dat zo'n school dan zou moeten sluiten. En je ziet vaak dat jongeren wel in die kleine kernen willen blijven wonen. Maar dan is het essentieel dat ze ook een manier hebben om van A naar B te komen. Ja. Het is een domino effect. Als het één verdwijnt, verdwijnt de rest daarna. Dat klopt, ja. Met het verdwijnen van reguliere lijnen zijn kleine kernen steeds meer aangewezen op alternatieven. Zoals vervoer door vrijwilligers. Het is mooi dat er mensen er zijn die zich inzetten om dit te realiseren. Alleen daarmee is het ook heel kwetsbaar. En zou het openbaar vervoer een bepaalde basisvoorziening moeten zijn die overal is. Niet alleen in randstedelijk gebied, in stedelijk gebied, maar ook op het platteland. Hoe het plan precies uitgewerkt moet worden, weten we pas over een aantal weken. Eerst moet de nieuwe ministersploeg nog gezocht en geïnstalleerd worden. De 44-jarige man en de vrouw van 30 die vorige week dood in hun huis in Nieuwediep werden gevonden, zijn niet door een ander persoon om het leven gebracht. Volgens de politie heeft de man zijn vrouw gedood. Daarna is hij zelf overleden. De politie komt tot deze conclusie na sporenonderzoek, onderzoek op de twee lichamen en het horen van meerdere getuigen. De vrouw was de uitbater van restaurant Wereldgeluk in Groningen. De noodopvang voor asielzoekers in het voormalig hotel Brinkzicht in Vledder blijft langer open, tot maart 2030. In de locatie verblijven vooral mensen die medische zorg nodig hebben, zoals gewonde vluchtelingen uit oorlogsgebieden, gezinnen en ouderen. Het hotel is volgens het COA zeer geschikt voor deze doelgroep. Er kunnen maximaal 140 mensen worden ondergebracht. Volgende week zijn er 2 informatieavonden voor omwonenden. Zij kunnen de opvanglocatie dan komen bekijken. OBS De Zweng in Exlo is jarig. De school bestaat precies 100 jaar en dat wordt groots gevierd. De leerlingen geven vanavond een circusoptreden aan alle ouders en morgen is er een reunie. En wat was uw plekje dan? Nou, daar gaan we nou recht op af. Jan Wijnholz was 17 jaar schoolleider van OBS De Zweng. Hij neemt een kijkje op zijn oude werkplek. Geen spat verandert volgens hem. Kijk, het gebouw zelf is natuurlijk niet veranderd. Kijk, wij hadden dat natuurlijk helemaal niet, zo'n lees- of klimhoek hadden we niet. We hadden wel in de gang. Wij begonnen toen met lezen, met leesmoeders. Er werden ook in de gang werden er tafeltje, stoeltje in gecreëerd. Dat er dan kinderen daar samen met een ouder konden lezen. Dat was er wel, maar dat werd dan ook verder weer opgeruimd. De gang was bijna altijd helemaal leeg. Okay. En dat is nu anders? Dat is nu anders. Het is helemaal aangekleed. Er zijn overal plekjes en kunnen kinderen weer zich terugtrekken. Of
weer onder begeleiding. Vroeger was er ook een schoolmeesterswoning en was alleen het voorste deel aan de straat was een school, zeg maar. En er is in de loop der jaren aanbouw gekomen. Het is wel anders dan vroeger en ook de manier van lesgeven is toch wel anders. Kijk, nou, wat je nou ook ziet, de digitale borden. Terwijl wij altijd met het krijtje en de spons. Terwijl Wijnholz binnen herinneringen ophaalt, bereiden de kinderen buiten het circusoptreden voor. Als het lukt, dan ga ik jong leren. Oeh, en hoe heb jij dat aangeleerd? Want dat is best moeilijk. Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ga jong leren met ballen. Kan je dat ook een beetje? Het is mijn eerste keer, maar ik weet niet zeker. Krijgen jullie daar dan ook les in of hoe gaat dat? Nou, we hebben nu een circusdirecteur. We oefenen zelf met hulp. Ik kijk wel hoe ik het doe. Het is gewoon een beetje uitproberen. Maar je bent niet bang dat het dan misgaat? Nee. Voor het bedreigen van de burgemeester van Emmen, Erik van Oosterhout, krijgt een 48-jarige man uit Emmen 2 maanden celstraf en 1 maand voorwaardelijk. Nadat de hond van de man op last van de gemeente een spuitje kreeg, draaide de 48-jarige Emmenaar door en bedreigde hij meerdere mensen. Onder wie zijn buurvrouw en dus burgemeester van Oosterhout. Een man van 31 uit de gemeente Aanhunze wordt vervolgd voor brandstichting bij een appartementencomplex aan de Doevenkamp in Assen. 2 auto's op een parkeerplaats onder het complex vlogen in december in brand. De huizen erboven werden ontruimd en raakten zwaar beschadigd. 2 appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. In maart werd de verdachte opgepakt. Mogelijk komt er weer een snelbus tussen Hoogeveen en Emmen. De buslijn werd 12 jaar geleden opgeheven omdat er te weinig mensen gebruik van maakten. Maar volgens ondernemers in beide plaatsen is inmiddels meer vraag naar een snellere verbinding. Er rijdt op dit moment wel een bus tussen Emmen en Hoogeveen, maar die stopt bij meer dan 40 haltes, waardoor de rit een klein uur duurt. Langer thuis blijven wonen, dat is tegenwoordig de standaard. De seniorenmakelaar in Assen helpt mensen bij het zoeken naar een geschikte en veilige woning. De succesvolle 2-jarige pilot in de provinciehoofdstad loopt definitief door. Maar wat is nou het geheim van zo'n makelaar die zich richt op ouderen die eigenlijk te groot wonen? De 77-jarige Annie Rogema woonde jarenlang in haar eentje in deze eengezinswoning in Assen. Het huis werd te groot, maar een zoektocht naar een kleinere woonruimte was moeilijk. Seniorenmakelaar Henny Arends hielp haar bij de zoektocht. Ik heb een heel groot huis met 4 slaapkamers. En dan is het wel makkelijk als je nou wat kleiner woont. En alles gelijkvloers. 2 maanden geleden trok ze in dit appartementencomplex in een gelijkvloerse woning. Ik laat natuurlijk een groot huis achter waar weer een gezin kan wonen. Ja, dat is wel, denk ik, wel beter. Omdat er ook al weinig woningen zijn tegenwoordig. Seniorenmakelaar Arends helpt mensen op weg in de wereld van geschikte woningen zoeken en het online reageren daarop. Op die manier kunnen senioren in een veilige en geschikte woning wonen en kunnen jongeren doorstromen naar voor hen geschikte huizen. Arends merkt dat senioren behoefte hebben om met haar in gesprek te gaan. Ik denk dat toch het geheim van succes is dat persoonlijke contact. Ik neem alle tijd tijdens een keukentafelgesprek om alles rustig uit te leggen. Ik heb regelmatig ook weer contact met de mensen die ik spreek. Dus als mensen zeggen, ik heb nog even een vraag. Het is eigenlijk een soort begeleiding naar de toekomst toe, naar een andere woning eventueel. Oh, ik vind het heel belangrijk dat zulke mensen helpt. Ja, er zijn wel veel meer mensen die eigenlijk wel willen, maar niet goed weten wat ze moeten doen. En dan hen die daar langskomt, dat is wel gemakkelijk natuurlijk. Inmiddels zijn bijna 100 van de ruim 500 mensen die Arends gesproken heeft verhuisd. Natuurlijk zou dat meer kunnen, maar ik denk wel dat... Kijk, de woningnood is nu hoog en er is niet zoveel doorstroming. Het goede nieuws is natuurlijk dat Axiom heel veel nieuw gaat bouwen. Dus ik denk dat er echt wel veel meer doorstroming nog gaat komen de komende jaren. Politieke perikelen, want een dag nadat de plannen van het nieuwe kabinet bekend werden gemaakt, heeft Ronald Plasterk sorry gezegd tegen NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt. Het ging over een voorval tijdens het formatieproces. Maar waar heb jij wel eens sorry voor gezegd? Als ik zelf een fout heb gemaakt. Als ik echt fout zet, zeg maar. Maar dat gebeurt niet vaak. Ja, ja. Nou, nu bijvoorbeeld, sorry, ik moest eventjes die dingen in de brievenbus gooien. Ja.
ja, als ik weet dat ik fout zit, als ik iets gedaan heb wat ik beter niet had kunnen doen. Ik had mijn sleutels vergeten en dan moest ik naar binnen. Ik zei, sorry, ik heb ze niet. Sorry, ik zet nu mijn zonnebril af, want het is ook al heel onbeleefd. Het zou je maar gebeuren. Moeder Torenvalk ligt rustig te slapen, veilig bovenop haar eieren. Wanneer plotseling een grote bosuil in het nest belandt. Bosuilen gebruiken nestkasten wel eens als uitkijkpost om te jagen. Nu lag er ineens een torenvalk te slapen. Ook de uil zal geschrokken zijn, want die zou niet hebben geweten dat er een andere vogel aanwezig was. Alles of niets voor FC Emmen. Er moet gewonnen worden, willen de Emmenaren nog meedoen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Morgen om 16:30 is FC Dordrecht de tegenstander. Afgelopen dinsdag speelden de ploegen nog gelijk. Nu wil je door en afgelopen dinsdag natuurlijk niet het resultaat gehad dat we wouden. We hadden graag hier in eigen huis gewonnen, alleen er liggen nog genoeg mogelijkheden om het zaterdag af te maken. Wij willen nog 5 wedstrijden spelen met z'n allen en daar gaan we vol van. Het Pinksterbal breekt vandaag los op het Raadhuisplein in Emmen. 25 foodtrucks staan hun waren te slijten op het Barrel Foodtruckfest. Robert nam alvast een smakelijk kijkje. Nou, dit zijn allemaal wereldkeukens. Dus ze moeten iets spannender eten serveren dan patat en frikandellen. Hoe lekker dat ook is trouwens. Goed dat je dat er nog wel in bij zegt. Nee, ik ben groot fan van patat en frikandellen. Maar nu even niet op dit foodtruckfestival. En ze moeten er dus mooi uitzien. Daar letten we wel echt op creativiteit. Dat het er gewoon leuk en vrolijk uitziet. In verzorgingshuis De Hulle in Rode werden gewone bewoners vandaag behandeld als popsterren. Er stonden namelijk opnames voor een heuse videoclip op het programma. Bij ons hier in De Hulle is iedereen tevreden. Muziek dat werkt verbinden. We doen heel veel muziek, het hele huis door, van bewegen tot muziek, maar ook wel meer troost en activiteiten. Er is gewoon heel veel te doen op het gebied van muziek. Je kunt zoveel. En dat is precies de reden dat er vandaag een videoclip wordt opgenomen in De Hulle. De clip hoort bij het eigen lied van het verzorgingshuis. Het is een heel fijn koor. Jongeman, het is geweldig, maar wel groter. Ja, een heel mooi vrolijk lied. En speciaal voor De Hulle, dat vind ik heel mooi. Ja. Maar is het hier in De Hulle ook net zo gezellig als het lied? Ja hoor, best wel. Een hele grote samen met elkaar. Hoewel plezier het toverwoord is bij De Hulle, is er wel een doel gesteld. We gaan proberen geheel viraal te gaan, ook op Facebook. We willen gewoon veel rugbaarheid aan geven. Nou, ik denk dat de mensen niet weten wat ze zien als wij zo'n mooie groep met elkaar zijn te zingen. Want zingen maakt gelukkig, hè? Stel je nou eens voor dat er geen zang was, geen muziek. Dat was een dode boel hier. Zo is het toch? Zo is zeker. Ja. En ik geniet er minder iedere dag van de muziek. Ik moet zeggen, dat doet me hartstikke veel. Ik word gewoon een beetje emotioneel van. Het is fijn om te zien dat mensen gewoon het allerbeste komt in de mensen naar boven. Het doet mij veel, volgens mij het hele team. Iedereen is erbij betrokken. Ja. Dat zorgt voor verbondenheid. Wat een mooi lied! Hey! We zijn vandaag in Mandestruun in Uffelte. En dat is niet geheel toevallig, want het is gieren weer. Het weer waar ons ook te wachten stiet voor het Pinksterweekend. Dat weer was kut bij vandaag. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar er kan lokaal een bui vallen. En dat alles bij een graad of 12. Ja, en dan morgen de zaterdag. De wolken en de zon die wisselen elkaar op zaterdag af. De temperatuur die zal uitkomen op een graad of 23. En dan is het al op sommige plaatsen sinds 10 mei boven de 20 graden. In de loop van de middag dan kan er enkel een buigje vallen. En dan nog even de vooruitzichten. Het Pinksterweekend ziet er vrij schier uit zoals dat nou lijkt. Temperaturen boven de 20 graden, 21 graden, misschien wel 22 graden. En verder wisselen de wolken en de zon elkaar af, de bekende stapelwolkjes. Als er een bui valt, dan zal dat vooral in de middag en in de avond wezen. En nu die bui kan wat elektriciteit komen in de vorm van een klap in je onweer. Dinsdag verandert eigenlijk maar heel weinig nog aan het weer. Een heel best weekend in ieder geval, tot aan de week. Tjoe. Tot zover deze Drenthe Nu voor vandaag. Blijf op de hoogte van al het nieuws in onze provincie via onze app en website rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld over twee houtimporteurs die de fout in zouden zijn gegaan met tropisch hardhout. Voor nu een goed weekend en graag tot morgen.